Het is helaas alweer bijna tijd om dit prachtige land te gaan verlaten. Maar gelukkig heb ik nog een paar uurtjes voordat ik weer in de hoofdstad terug moet zijn. Jongens, het is wel een beetje slecht geworden, denk ik. Maar dat past ook wel weer bij dit ruige land. Ja, gisteren heb ik al een mooie wandeltocht gemaakt. Maar Mongolië is ook een ideaal land om per paard te verkennen. Mongolen zijn natuurlijk van nature paardrijders. Ze hebben kleine, stevige paardjes die hele lange afstanden kunnen afleggen. En het is ook fantastisch om hier meerdaagse paardrijvakanties te houden. Maar als je niet zoveel tijd hebt, kan je ook gewoon een paar uurtjes op de rug van een paardje klimmen. Ik ga met hem, mijn gids. Shall we go? Het is wel grappig. Het is gewoon een heel klein mini-paardje. Did you also go to the Nadam Festival? Yeah, Nadam. Nadam. Did you race? Yeah. Yeah, you did? Excellent. I was good. You win? Yeah. No way! Het Nadam Festival is het grootste evenement in Mongolië. Elk jaar in juli wordt er 3 dagen gefeest en worden er wedstrijden gehouden in boogschieten, worstelen en paardrijden. Mocht je dit land willen bezoeken, dan raad ik je zeker aan om in juli te gaan. Hey, dit is wel weer heel bijzonder dit. Als je hier zo zit op je paardje. Midden op de Mongoolse bergen. Midden in de Mongoolse bergen.